lieve poesjes. Hallo, lieve kijker. Nee, dat ga ik niet doen. Dat gaan we niet doen. Hey, hallo en welkom. We zijn weer in Content Veen. Ik hoor je nu al denken. Max, wat leuk dat je gewoon weer Content Veen doet. Het is niet alsof ik de afgelopen dagen alleen maar Content Veen heb geüpload. Nee hoor, nee. Als je het vervelend vindt. Het spijt me. Maar, like alsnog even de video. Kijk eens op mijn schouder. Ja, dat moet jij doen. Laten we voor 3000 likes gaan. Gewoon weer even een simpel getal. Maar goed jongens, morgen is de dag dat Julian mij waarschijnlijk aan gaat vallen. Ik weet niet of dat ook voor jullie morgen is. Maar wat zou je nou doen op zo'n laatste voorbereidingsdag? Ik heb Bram gehaald, ik heb Maurits gehaald. René, Nathan en Floor helpen mij ook. Dus het leger is er. Maar wat zou nou verstandig zijn om te doen? Je zou misschien zeggen een goed mechanisme waarmee we iedereen kunnen afschieten. Dat zou een goeie zijn. Je zou kunnen zeggen dat we op pad zouden gaan op zoek naar nieuwe paarden, zodat wij ons leger kunnen versterken en mogelijk van koning Julian kunnen winnen. Of zelfs een geheime bunker maken waar we kunnen schuilen als het echt fout gaat. Er zijn zoveel dingen die ik moet doen om op deze oorlog helemaal klaar voor te zijn. Het is niet alsof ik nu hier een timelapse wil gaan maken over hoe ik deze kamer hier helemaal aan het inrichten ben. Dat zou zo nergens opslaan. Ja. Daar zijn we weer. En wat zijn we toch weer blij met de progressie die er gemaakt is, jongens. De binnenkant is helemaal netjes afgewerkt. De muren zitten erin, de palen hier, het gangpad hierboven, waardoor je overal heen kan, gewoon naar elke kamer die je wilt. En hier natuurlijk plek voor de troon. Maar ik hoorde van Floor dat er weer ergens een mysterieuze kist stond met daarin een boekje. En ze zei dat hij even moest lezen. Vorige keer was het René die hem gespot had voor me, maar nu is het Floor. Dus ik ga jullie zo meteen alles laten zien wat ik gedaan heb, even een beetje in detail. Maar eerst wil ik dat boekje vinden. Ik weet alleen niet waar hij staat. Vorige keer stond hij hier, maar nu niet. Oh, daar! Hé, ja, gevonden. Oh, hij staat boven op het huis hier. En met de toortjes erop, jongens. Vorige keer moesten... Ik denk dat dit over Willy gaat, want vorige keer... Toen moesten we... Jullie moesten een goede reactie achterlaten. Dan ging Willy niet dood. Dus ik hoop dat dit over Willy gaat. Beste makkers, jouw kijkers kregen de opdracht om een vraag goed te beantwoorden. Anders zou Willy sterven. Dit gaat over Willy, jongens. De meerderheid heeft onder de video geantwoord met... Aflevering 35 en gekregen Farini. Jongens, dat klopt. Ik hoopte al dat jullie... Dat jullie dat zouden zeggen. De vraag was namelijk: in welke aflevering heb ik Willy gekregen en van wie? En dat was in aflevering 35. Die was niet genummerd. Maar dat was 3 afleveringen na 32. En 32 was mijn cijferhal. Jullie hebben het goed. Dat komt op neer. Jouw kijkers hebben dit goed beantwoord. Gefeliciteerd. Je hebt Willy teruggewonnen. Ja. Vind hem in de jungle. Groet onbekend. PS, misschien ben ik snel weer... Hallo? Vind hem in de jungle. Weet je wel hoe groot de jungle is? Vind hem in de jungle, jongens. De jungle is zo mega groot. Oh my days. Ik ga gewoon hier beginnen. Het ziet er heel veel... Nee, oké, dat zag er veelbelovend uit. Weet je hoe groot de jungle is? Kan hij toch overal zijn? 2 hours later. Oh mijn god, ik hoorde wat. Ik hoorde een... Huh? Hier. Hè? Huh? Ik hoor hem. Willy! Waar ben je? Willy! Ik hoor je! Oh, maar deze... Hier zijn namelijk geen villetjes, weet ik. Oh. Willy! We hebben je gevonden! Oh, Willy! Ik heb... Kom mee! Ik heb... Wacht, trouwens, hoe ga ik jou vervoeren? Oh, wat heb ik jou gemist? Willy! Oh! Oh, maar deze, hoe ga ik jou vervoeren? Wat heb ik jou lang niet meer gezien met je groene t-shirtje? Ik heb je zo gemist, Willy! Jongens, allemaal even in de reacties. We hebben hem. We hebben onze vriend teruggevonden in zijn gevangenis. De dief heeft hem in zijn gevangenis gestopt. Oké, ik denk dat ik het best een treinrails kan maken voor hem. Want dit, hij is wel ver van huis, hé. Oh, wat vreselijk. Ja, laten we maar een treinspoor maken, I guess. Oh, wat gaat dit een werk zijn om dit hele treinspoor te maken. Ik denk dat dit serieus de beste manier is. Want een boot, dat kan niet. Want ik kan hem niet omhoog doen. Nou, dan gaan we. Oké, het pad naar mijn eigen basis, dat is helemaal af. Het is, in principe valt het ook wel mee hoeveel het is. Het ziet er alleen niet uit natuurlijk. Maar we gaan dit
dit weghalen zo. En ik denk dat ik hem hier gewoon stop, dat het dan noei, zo daar weer naar beneden gaat. Ik denk dat dat de way is. Nou, laat ik even treinrails halen en zo. En dan ga ik daarna, als dit allemaal gedaan is, jongens, als ik Willy lekker op zijn plekje heb gehaald, ben ik er blij mee. Dan ga ik jullie even laten zien en uitleggen wat mijn planning is met het interieur van het grote nieuwe kasteel. Want de chestroom hier, die is echt te klein, jongens. Ik merk het altijd, ik wil echt dingen beter gesorteerd hebben. Dus die gaan we verplaatsen. Het ding is, ik heb maar 7 powered rail. En dat is echt heel weinig. Jongens, echt de band die ik met Willy heb, voelt echt als de band die ik met Kwast had. Kwast zal niet nooit overtroffen worden. Maar de band met Willy, die is bijzonder, jongens. Ik zal alles voor hem doen. Hoor je dat? Ik zal alles voor je doen, jongen. Ik had het ook zo doen voor jou. Een minecart vergeten te... Oh mijn god, een minecart vergeten mee te nemen. Oké, laten we even beslissen waar wij de dinges gaan plaatsen. De powered rail. Sowieso, hier moeten er een paar. Dit is het enige stuk wat echt omhoog gaat. En ik ga checkpoints plaatsen, waar als hij daar voorbij komt, dat hij niet verder terug kan. Want dan kan ik altijd mijn powered rails gewoon inhalen. Oké, Willy, dit wordt nog een klusje. Als we nou zo doen. En dan zo. Oh, dat is nu al verpest. Staat deze aan? Wat gebeurt er als ik deze hier opplaats? Nog niks. Oké. Dan gaat hij hierheen. Ik denk dat ik dan deze ook powered moet maken. Zo, ja. En dan hier misschien eentje. En dan hier wordt het spannend. Ik hoop zo erg dat hij dit redt. Ik hoef hem alleen maar hierboven te krijgen, jongens. Want vanaf hier heb ik een checkpoint. Hier kan ik een blokje achter hem plaatsen. Als het fout gaat. Kijk, dan sloop ik hier gewoon eentje. Komt helemaal goed. Oké, Willy. We gaan het proberen. Komt-ie, mijn jongen. Ga er maar in. 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 Ga er nou in. Misschien zo. Alsjeblieft, kom nou gewoon. Doe nou niet zo lijp, Willy. Ga je duwen. Ja, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Kom op, Willy. Kom op, mijn jongen. Kom op, mijn jongen. Kom op. Verder, 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 verder. Ja, ja, ja. Oké, dat is de eerste checkpoint. Dit is de eerste checkpoint. Kijk, want nu komt hij terug, maar dat doen we zo. En dan pakken we dit. Kijk. En nu kan hij... Oh, hij staat daar gewoon stil. Oh nee, kijk, daar komt hij weer. Woehoehoe, Willy, nachtman. Woehoehoehoe. En nu stop je hier. Ja, goed zo. Kunnen we dit vast allemaal weghalen. Hebben we in ieder geval uit de grond hier gekregen. Dit was het moeilijkste stukje, denk ik. Alright, Willy, ben je klaar voor... Ik moet even langs je. Ben je klaar voor de tweede rit die je gaat maken? Als het goed is, heb ik ze alles... Ja, ik heb ze alles 7 weer opgepakt. Nou, hier kan ik je wel opduwen. Op deze. Ik denk dat dit allemaal... Trouwens, kan ik je niet gewoon duwen vanaf hier? Volgens mij kan ik Willy gewoon... Kijk, sowieso dit eerste gedeelte. En ik denk dat ik je gewoon kan duwen. Hier. Ja, dat werkt. Hier, als ik gewoon dit blijf proberen zo. Ik denk dat ik dan Willy gewoon helemaal naar de overkant krijg. Je bent er bijna. Je hoeft nog maar heel even te strijden. Je hoeft maar... Hey, Frederik! Kijk eens wie ik gevonden heb. Het is... Dat is Willy. Oh, Willy. Hoezo? Oh, Willy. Trouwens, jij was hier al voordat Willy... Nadat Willy wel pas was verdwenen. Kijk, en dan... Oh, oh, oh. Welkom. Welkom thuis, Willy. Oh, hij kreeg fall damage. Als hij daar dood had gegaan, was ik... Oh. Dan deed je dat. Alles goed. Ja, dankjewel voor het vragen. Willy, welkom thuis. Ik ga dit ding... Mark niet meer val. Ik ga dit ding voor je slopen, Willy. Welkom thuis. Echt waar. Ja, dankjewel. Hey, Wat is er? Hoezo? Hey, Hoezo? Nee, niks. Ik snap hem echt niet. Ik snap Frederik, snap ik soms echt niet. Oké, ik ga even die minerals weghalen en dan gaan we vragen wat Frederik wilt. Oh, wat een poepwerk om dit weg te halen. Maar so be it. Oké, wie moeten we nou nog hebben? Volgens mij Berendina moeten we nog hebben. Mis ik dan nog dieren? Laat even weten in de reacties, jongens. Mis ik nou nog iemand die vermist is naast Berend en Berendina? Volgens mij heb ik naast hun heb ik iedereen weer terug. Oh nee, opa Toos en opa Gerard, de 2 panda's. Ja, maar die boeien me ook niet zo heel veel. Dat is een beetje ding. Misschien een beetje lullig, maar. En dan is dit ook weer hele helemaal gefixt in 3, 2, 1, een half. Hoppakee. Willy, welkom. Nee, je wilt niet weg. Kom terug. Hallo. Ja, ben je boos op me? Dat ik... Ja, ben ik boos op je, Willy? Is dat het? Nee, hè? Nee, dat dacht ik al. Welkom thuis. Terug van weg geweest, Willy. Er is veel veranderd in het dorp. Ga lekker rondkijken, zou ik zeggen. Als je een huisje wil... Wat mij betreft mag jij hier bij de stenen wonen, hoor. Wil je hier wonen, Willy? Willy kan niet praten. Willy is een villetje. Wat ben ik al moeilijk aan het doen. Hé, hey, wat ga je doen? Hey. 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 Ik heb het. Kloppen, Willy. Hij is van mij. Ja? Wat is er? Hé, ik heb even een dingetje. Nou, wat is het dingetje? Een hekje. Ik ga heel even... Even een hekje. Ik ga heel... Even een hekje. Even... Nou wil je opbouwen. Dankjewel. Ja, het ding is, ik ga even met snor de... Naar de snor? Waar is snor? Oh, hij is hier. Oh, hier. Ik dacht als hij nou weer vermist. Ik ga even met snor de stad uit. Oké, wat ga je doen? Moest even wat zaken. Duidelijk. Zaken gewoon?
Gewoon even wat regelen, ja? Ik stel jou toch ook niet helemaal vragen? Nee, ga doe je ding, joh. Ik was gewoon benieuwd. Ja, dus ik wilde heel even vragen of jij tot die tijd tot ik terug ben heel even op mijn huisje wilde passen. Op je huisje wilde passen? Natuurlijk, ja, joh. Niet, natuurlijk. Maar niet te goed passen. Dus, ja. Nee, oké. Doe jij je ding. Ik ga op je huisje passen. Ik moet toch eerst even wat spullen wegleggen. Nee, ik ga niet te goed op je huis passen. Nee. Dus, ja. Als jij even de poort open doet. De poort is... Er zit geen hek op... Oh, deze poort. Oh, natuurlijk, ja, joh. Kant op. Kom maar. Oh, Willy, wil je hier naar binnen? Willy wil naar... Hier, je mag bij Mason naar binnen. Zo. Mason. Woon maar even tijdelijk bij Mason. Hier, kom maar. Ja, nou, pas op voor de zombies en andere beesten. Ja, dankjewel. En dan ben ik nog wel een keertje terug. Dat neem ik aan voor wel. Je woont ja, hier. Ja, en heel snel ook. Oké. Okay. Dat moet. Dat moet. Oké. Okay. Dag, Frederik. Dag. Jongens, ik moet op Frederik zijn huisje passen. En aangezien hij weg is, je raadt het misschien al. Laten we even naar zijn lab gaan. Alright, daar zijn we, jongens. En ik moet goed op zijn huisje passen, maar niet te goed. Dus laten we in ieder geval... Gewoon goed hier zijn, maar we hebben niet te goed op zijn huisje gepast. Dus er is een raamstuk en er is een bloemetje weg. Dan hebben we bewijs... Ja, ik moest oppassen, maar niet te goed, weet je. Oké, ik weet niet meer de code precies van de ding, maar zo te zien doet hij het nog. Nou, dat is top. Hij heeft zelfs... Ja, niet slim van je, Frederik, maar je hebt gewoon je wachtwoord open laten staan. Laten we eerst even hierboven kijken bij zijn Franse bedje. Nou, boven is niks verdacht. Maar we zijn in vorige aflevering geweest, of een van de vorige. En het ziet er echt heel bizar uit. Maar je komt hier beneden in het lab terecht. En ik moet heel voorzichtig zijn, maar ik weet dat Dinges er nu niet is, Frederik. Hij is nu niet thuis. Dus laten we heel pas op gevaarlijk. Dat zijn deze dingen. Ik snap niet wat hij hiermee wilt. Met die Phantom C. Mooi is, we kunnen nu gewoon eventjes op ons gemak kijken. We hadden hier Max en Justin, volgens mij, maar met vraagtekens. Dus, wat houdt dat in? Waarom? Als je iets weet, jongens, laat het vooral in de reacties weten. Hier hadden we project 1. Dat... Oh, maar deze, jongens. Dit is Berendina. No way, dat dit dan... Oh, maar deze, jongens, dit is Berend. Berend! Wat doet die knop? Wat ben je, een zombie? Berend is een zombie en Berendina ook. Dat meen je. Frederik heeft hier iets mee te maken, jongens. Frederik, ik wist dat hij er iets mee te maken heeft, maar... Oh, maar deze trouwens, die deur staat open. Oh, mijn god. Geen toegang. Net vorige keer was hij dicht. Volgens mij is hij echt met haast weggegaan. Dat ik ook op zijn huis moet passen. En hij heeft zijn deur hier open laten. Ik ga daar zo heen. Maar jongens, dit zijn gewoon Berend en Berendina. Oh, ik wist dat hij er wat mee te maken had, maar hij is gewoon... Schuldig nu. Hij is echt schuldig. Die hendels doen niks. Ja, ik kan ze nu niet zomaar weghalen, want ik pas nu op zijn huis. Dus hij weet als ze nu weg zijn, dat ik zijn lab ken en dat ik weet hiervan. Dat ik hier vanaf weet. Oh, maar deze zou Julian dan hier helemaal niks mee te maken hebben. Zou het toch alleen Frederik zijn en niet Julian? Jesus Christ, ouwe. Oké, laten we hierheen gaan. Oeh, maar ik weet niet wat hier is, hoor. Ik weet niet of... Er staat ook echt geen toegang, dus ik hoop dat het veilig is. Maar laten we gaan. Ik zie, het is lava. Dan moet ik al heel goed voor oppassen dat ik de lava niet aanraak. En wat is dit? Oh my days, jongens. Is dit een raket? Oh my days. Of is het een bom? Wat is dit? Kaboom! Kaboom 3000! Oh, er brandt een lampie. Oh, mijn god. Frederik, wat ben je aan het maken? Frederik, wat ben je aan het maken, jongens? Het is een raket, maar een bom. Dit is gewoon zo'n... Ja, zo'n nucleaire bom die de lucht invliegt en dan dingen op kan blazen. Oh, mijn god. Wanneer wilt hij dit gaan doen? En waarom weet ik dit niet? Waarom heb ik dit nooit gemerkt dat dit hieronder zat, jongens? De Kaboom 3000. Kaboom 3000, wat een naam ook, hè? Zijn hier allemaal knopjes? Ik ga maar niks indrukken, want wie weet start ik dit ding wel ineens. Dan vliegt hij weet ik voor waarheen. Oh mijn god, Frederik. Wat ben je aan het doen? Oké, jongens, laten we in ieder geval teruggaan naar het andere gedeelte van het lab. Hij heeft de deur opengelaten. En wat houdt die lamp in? Waarom knippert die lamp? Wauw. Jongens, ik weet niet zo goed dat ik hiermee moet. Wat ik nu aan moet. Ik weet Berend en Berendina zijn dus gewoon hier. Vorige keer waren ze er ook. Maar toen zagen ze er een beetje anders uit, voor mijn gevoel. Alsof hij is hier actief bezig. Hij is hier actief dingen aan het doen. Max en Justin, wat houdt dat in? Ik weet dat ik, Max natuurlijk, die heeft... Kwast gehad. En Justin heeft Chris gehad. Maar Chris was een ezel en niet een paard. Ben jij kwast? Is één van jullie kwast? Knik ja als één van jullie kwast is. Knik gewoon even ja, jongens. Is één van jullie kwast? Ben jij kwast? Oh, jongens, dat is volgens mij ja, hè? Knikt hij nou ja? Volgens mij ging dat hoofdje zo in en weer. Oké, laat... Oh, ze zijn ontsnapt! Oh, jongens! Ik had hier ook niet moeten komen! Oh, maar nee, ze zijn ontsnapt, die Phantoms. Oh... Nee! Gaan ze me aanvallen of zijn ze... Huh?
Of zijn ze tam? Oh, maar deze, wat doen ze? Ze vallen ook gewoon niet aan. Oké, maar voordat ze wel aangevallen, laat ik snel terug naar boven gaan. Oké, jongens, dat hebben we ook weer gedaan. Laten we snel hier weggaan. Want ja, oppassen. Waar moet ik nou op gaan passen, eigenlijk? Het is gewoon letterlijk een huis. Oh my days. Wat is dat lab? Wat moet ik van die raket weten? En ik weet dat hier zit... Huh? Oh, maar deze, jongens, hier zat toch een dinges? Hier zat toch een drugslab? Wacht even, hoor. Kom maar. Willy, kom maar. Je mag naar buiten. Willy, kom. Hé, ik dacht dat hier een wietdinges zat. Maar die is ook weg. Wat gebeurt er allemaal, jongen, in mijn dorp? Waar ben je, Willy? Je woont niet bij dinges hier, hè? Oh, mijn god, hij heeft twee bedden. Wil jij bij Jason wonen, Willy? Maar jij weet dat je op de straat hoort, hè? Je bent een dorpsgek. Maar hij heeft een bed gevonden. Weet je wat? Blijf voor nu maar even bij Willy. Of bij Jason. Jongens, laat alsjeblieft even de reacties weten. De Kaboom 3000. Wat moet ik daarmee? Is Frederik van plan om de boel gewoon letterlijk op te blazen hier? Wilt hij iemand anders het dorp opblazen? Wat is hij van plan? En hier komt trouwens zijn huis. Hier is Maurits zijn huis aan het bouwen. Maar goed, laten we het voor nu heel even achter ons laten. Ik weet niet wat ik gezien heb, maar het is best eng. Ik moet zeggen dat het best eng is. Maar over Maurits gesproken hier. We hebben Willy terug. Heel leuk natuurlijk. Willy terug in mijn hart. Ik wil even een boekje achterlaten voor Maurits. Beste Maurits. 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 Laten we Maurits van maken. Nieuwe inwoner van Kingdom Content. Als ik typ, jongens, dan gaat mijn camera heen en weer. Moet je zien. Alles trilt. Jij bent vanaf nu bankeigenaar. De bank is voor jou om in te richten en redstone kluisjes te maken. Kluizen te maken. Graag met beveiligde wachtwoorden. Minimaal 5 kluizen graag. Er moeten kisten in staan voor elke oor. En nog wat extra kisten voor andere belangrijke dingen. Neem je tijd, maar ook weer niet. Groet je koning. Dus dit is een bevel voor Maurits. Sign and close. Hoppakee. Maurits die krijgt deze van mij. Doen we er ook wat torches omheen, zodat hij echt opvalt. En dan gaan we naar Maurits huis. Want die woont natuurlijk Maurits. Bram die woont in deze, maar Maurits woont in de molen hier. Alleen ik heb eigenlijk Maurits gezegd dat hij zijn eigen huisje mocht maken. Dus laten wij hier midden op zijn plekje waar hij aan het bouwen is deze plaatsen. En dan alles eromheen doen. Zo. Hoppa, hoppa. Dan valt hij op. En dan voor Maurits hierin. Dit wordt namelijk de bank, jongens. En ik wil daar al mijn diamonds, ijzer, red stone, emeralds. Ga weg! Vlieg! Hij zit op mijn microfoon. Hallo! Wat ben je doen? Oh, waar ga je? Jongens, we hebben een nieuw huisdier. Geef hem een naam in de reacties. En dan is dit... Ah, hij kriebelt. Hij kriebelt. Geef hem een reactie. Geef hem een naam in de reacties. En dan is dat vanaf nu de huisvlieg. Vraag me af hoe lang hij het overleeft hier in mijn kamer, maar hè. Ik heb een huisvlieg. Ah, hij zit weer op mijn hand. Oh, deze. Oké, maar laten we de bank even ingaan. Want we hebben hier een ruimte naar beneden waar mogelijk de kluizen kunnen ondergrond. Hier kan je een balie maken. Misschien dat je hierachter ook het kluizen kan maken. Hierboven hebben we ook nog heel veel ruimte voor mogelijk kluizen. Hierboven hebben we helemaal veel ruimte. Kijk hoeveel ruimte hier is, jongens. Om allemaal dingen te doen. Gewoon meerdere kluizen. Ja, het liefst heb ik de kluizen ondergronds en de bovenkant. Gewoon detail. Oh mijn god, waar gaat het allemaal heen, hè? Het zijn gewoon geheime routes, dit allemaal. Huh? Holy crap. Damn. Dit zou ook gewoon een mooi woonhuis zijn. Dus als je hier wil wonen, Maurits, mag ook. Ik weet dat je een huis aan het bouwen bent, maar hè? Jij bent in ieder geval de bankeigenaar. Richt het helemaal in zoals je wilt. Maak een kantoortje voor jezelf. Dat als ik een keer een lening wil doen, dat ik bij jou op het kantoor kan zitten. En zo, ik weet niet of je mijn video kijkt, Maurits. Maar doe gewoon lekker je ding. Je woont niet hier. Hier niet. Maar daar. Maar maak hier gewoon echt je werkhuis van. Dat als ik ook bij jou mijn geld op wil slaan, dat ik dan ook rente kan krijgen. Zo, weet je? Dat ik gewoon een diamond per dag kan krijgen. Nee, dat is wel veel. Een diamond per week of zo. Ik ben trouwens allemaal van dit soort dingetjes aan het doen. Terwijl ik weet dat Julian echt letterlijk elk moment kan aanvallen. Mijn leger is er op het moment ook niet. Ik ben alleen online. Gewoon lekker in mijn eentje. Dus ja, laten we het afwachten. Maar goed, jongens, de grote hal. Ik ben er heel blij mee, hoe die eruit ziet. Hij is nog niet af, want ik wil echt nog allemaal dingetjes op de grond hebben hier. Misschien dat ik de palen nog door wil trekken daar naar boven. Er moet nog een troon komen hier. Hier wil ik uiteindelijk de troon hebben, dat ik hier zo kan zitten. Als er dan een audiëntie, of niet zo'n audiëntie is met de koning. Dat ik dan hier kan zitten en dan naar mijn onderdanen kan kijken. Misschien dat ik hier een standbeeld... Nou, trouwens, ik denk het niet. Ik wil fakkels hier hebben, of vuurkorven misschien. En ik wil tafeltjes hebben waar mensen kunnen zitten. En dan, als er dan een feest is, of als we dan met z'n allen zijn kunnen...
kunnen zij aan tafeltje zitten. En dan kan ik hier op de troon als een echte koning zitten. Of ze gaan daarboven kijken naar hoe ik mijn speech aan het houden ben. Verder ga ik even aan jullie laten zien wat er allemaal uitziet natuurlijk. Want ik heb dit gedaan. Maar hoe ziet het daarboven uit? Vraag je natuurlijk af. Maar je loopt ten eerste hierheen. Ik moet nog een tweede trap maken. Dus de enige trap in mijn kasteel. En daar ben ik het gewoon nog niet mee eens. Ik wil meerdere trappen hebben. Maar je kan hierheen zo. En dan kom je uiteindelijk in deze ruimte. Waar je hoppakee zo precies in het midden van de hal komt. En dan dit alles zit op hetzelfde niveau. Er zitten meerdere deuren verspreid overal. Naar meerdere ruimtes. Maar het is allemaal op dezelfde hoogte. Kijk, hier kom je natuurlijk hier uit. Als je naar rechts gaat. Dit moet ik nog weghalen. Want dit vind ik niet mooi. Hier kom je precies op het balkonnetje hier uit. Nou, dan ben je ineens hier. En dan kan je leuk daar naartoe kijken naar het dorp. Maar kijk, dan ziet dit er allemaal zo uit. Leuk. En dan kom je hierheen. Allemaal nog ingericht worden natuurlijk. Dan hier kom je om hetzelfde uit. Kom je aan de andere kant van het balkon uit. En hier kan je dan naar de troon kijken. Kan je zelfs op de troon gewoon uit de troon spugen. Daar zit ook nog een ingang waar ik twijfel of ik die daar wil houden. Daarboven, want die is niet echt een mooie plek. Dan hier links kom je in een andere grote ruimte. Hier wil ik de nieuwe chess room maken, jongens. Deze locatie is een stuk groter dan deze locatie van mijn huidige chess room hier. Dus ik wil deze chess room weghalen. Hier bouwen. En dan mijn ruimte hier. Dit is mijn bibliotheek. Die wil ik doortrekken. Ik wil de muur hier als het ware. Wil ik deze eruit halen. En dan helemaal doortrekken tot hier. Hier een tweede ingang maken van de bibliotheek. Waardoor je de bibliotheek in kan. Misschien door de bibliotheek zelfs kan lopen. Om dan hier vervolgens ook een ingang te hebben van de bieb. Gewoon hier zo. En dat je dan gelijk de chessroom in kan. Dan is het misschien wel leuk dat je door de bieb moet, weet je. Door de bieb. Hier moet trouwens gewoon nog een muur. Hier staat letterlijk nog gewoon geen muur. En dan hier een doorgang gewoon. Maar dit is toch een perfecte plek voor een chessroom, hé. Maar laten we eerst even de troon bouwen. Dus de eerste, kijk, alles hier is af. Nu kan het ingericht worden. Ik wil beginnen met een mooie troon. En ik heb een paar afleveringen geleden natuurlijk gold gehaald. Oh, hey. Waar is dat? Oh, dat heb ik hier gelegd. Zo. Had ik gold gehaald? Dat kan ik dan gebruiken in de troon. Maar een troon maken is best wel iets engs, om eerlijk te zijn. Dus laat ik mijn best doen. Dat sowieso natuurlijk. En hopen dat het iets wordt. Ik weet het niet hoor. Of het met goud mooi gaat zijn. Ik denk dat het een beetje lomp gaat zijn. Daar ben ik heel bang voor. Ik ben echt heel bang dat het er heel lomp uit gaat zien. Laten we beginnen met troon maken is best wel iets moeilijks. Dat is iets wat ik niet dagelijks doe. Blame me niet als het er niet uit gaat zien. Want ik denk dat het er niet uit gaat zien. Ik vind het niet echt een mooie troon. Ik zeg het nu al, hij staat er. Maar ik vind het echt geen mooie troon. Het is een beetje... ik denk dat goud misschien toch gewoon niet gaat werken. Goud op de troon. Het is echt een lelijk... ik ga even een paar plaatjes opzoeken. Oké, ik zie er nu op zich wel eentje, jongens. Daar zit helaas geen gold in. Maar misschien kan ik er één goldblokje in verwerken. Om het toch een beetje de rijkdom te laten zien. Laten we in ieder geval gewoon deze weghalen. Want deze zag er echt niet uit. Oké, jongens. Ik heb nu wel de goede blokken. Het is donker. Maar ik denk, omdat alles al zo licht, of redelijk licht is hier, dat een donkere troon op zich nog wel lijp kan zijn. Misschien dat juist dat ik witte blokken moet gebruiken, zoals diorite of zo. Kan ook mooi zijn, maar laten we eerst donker proberen. Oké, deze is ietsjes, simpeler, kan ik wel zeggen. Iets kleiner ook. Dus ik denk dat ik hem hier plaats. En ja, maar ik moet toch echt naar rechts kijken telkens om te zien hoe die eruit ziet. Want ik ken deze niet, deze beeld. Hij is niet van mezelf. Ik heb hem niet zelf bedacht. Ik ben hem aan het namaken. Op zich vind ik deze zo mooi. Kijk, en dan doen we die hier plaatsen. Die hier. En dan hier. Kan die kleiner? Op dat plaatje is die kleiner. Ik dacht dat je die ook kleiner kon maken. Past er alleen niet bij mijn kasteel. Alles is rood en machtig en echt typisch kasteelachtig. En dan zitten er van die paarse dingen op de troon. Dus ik denk dat ik die dan wel weghaal. Die paarse dingen passen. Ja, het is mooi op het plaatje, maar het past gewoon niet bij mijn stijl. Helaas past het er niet bij. Ik vind het wel een mooie troon hoor, moet ik zeggen. Ik moet even twijfelen over het donkere gedeelte ervan. Maar het past er wel bij. Het staat niet verkeerd. Dat dit hier gewoon, dat het wat donkerder is. En zou een goudblokje erin lelijk staan, zoals hier? Nou, op zich. Misschien als ik dat middelste juist helemaal goud maak. Ik wil er zo graag gewoon goud in verwerkt hebben. Wat zeggen jullie jongens? Goud of steen? Ik denk steen, hè? Ik denk dat goud... het is gewoon niet weggelegd voor het goud. Het goud heeft echt zijn best gedaan, maar het is hem gewoon net niet. Wel denk ik een rode carpet op het dingetje. Dat is het leuke eraan. Kijk, wacht. Heb ik hier een rode carpet nog? Hallo? Ja, hier. Kijk. Als ik hier zo eentje doe... ja, dat sowieso. Maar... dan kan ik er ook op zitten. Dan kan ik ook op de troon zitten. Kijk, nu voel ik me echt een koning gewoon dat ik hier zit. Het is wel nog kaal hier, dus misschien moet ik nog andere dingen toevoegen. Maar het ziet er wel heel leuk uit. Zou hier ook carpets moeten zoals dit? Ja, je moet inderdaad wel rode carpets ook. Dan voelt het... ja, kijk, dan zit ik hier echt zo. Als de koning der koningen zit ik gewoon hier op een kontje zo. Hoppakee. Nou, nu heb ik in ieder geval een troon waar ik op kan zitten zodra Julian komt. Kunnen we nog één keer even praten tegen hem. Één keer even overleggen.
beleggen wat hij nou wilt. Oeh, maar ik weet het niet met het donker. Ik denk, ik ga de volgende aflevering misschien toch nog licht proberen te maken. Dat hij wat witter is. Maar voor nu, jongens, ga ik deze aflevering helaas afsluiten. Ik hoop dat hij net zo lang is als normaal. Ik weet het niet. Maar het is inmiddels 1:15. Dus gewoon lekker bedtijd. Gewoon. Dus dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer zeker even als je hem leuk vond. Like ook even. En dan nu, kijk het vorige content van VNL. Heb je die nou gemist? Dan moet je gewoon even lekker kijken. Want dan ben je weer helemaal up-to-date. En dan heb je niks meer gemist. En weet je gewoon precies wat er aan de hand is. Maar voor nu. Spreek je later. Glaasje water. Tot ziens. Tot de volgende keer.